We hoorden het al eerder. De economie in Brabant die gaat weer wat lichtjes groeien, maar daar is natuurlijk wel geld voor nodig. We hebben het hier aan tafel een paar keer over gehad. Die banken die lenen niet meer zo makkelijk geld uit. Gelukkig zijn er alternatieven, zoals crowdfunding. En dat is geld ophalen bij het grote publiek. Emiel Timmers, je bent van Sproutfund. Een bedrijf dat via crowdfunding dus helpt om mensen om geld op te halen. En in dit geval voor evenementen. Ja. Kun jij makkelijk uitleggen hoe dat het precies werkt, het principe crowdfunding? Ja, zeker. Nou, als je het heel simpel uitlegt eigenlijk. Dan is het gewoon een grote groep mensen die een financiële bijdrage levert aan een idee of een bedrijf. Mm-hmm. En vaak krijgen ze daar iets voor terug uiteindelijk. Dat kan dan een rendement zijn of een aandeel in het bedrijf of een product of dienst. Oké, ze krijgen er wel altijd iets voor terug? Vaak wel, ja. Het is niet alleen een investering. Het kan ook alleen donaties zijn, maar vaak krijg je wel iets voor terug, ja. Oké, dus je hebt een idee, een creatief idee. Die banken, daar krijg je het niet meer van, dus je gaat een soort crowdfunding project opstarten. Hoe werkt dat dan? Dan zet je dat op een site of hoe moet je dat doen? Ja, je moet wel een goed plan hebben van tevoren. Want de misvatting die nog vaker bestaat is dat als je het op een crowdfunding platform zet, dat dan het geld vanzelf binnenstroomt. Maar dat is absoluut niet het geval. Je hebt wel een goed plan van aanpak nodig, een marketing-communicatieplan, om die mensen te bereiken allemaal en te overtuigen dat jij dat geld verdient. Ja. Dus dat is wel belangrijk. En het is niet een leuk ideetje met een flesje wijn op en die zet ik op een crowdfunding site. Nee, zo simpel is het niet, helaas. Nee. Nee. Okay. Maar ik heb een goed idee. Vertel eens, wat moet ik dan doen? Hangt afhankelijk van hoeveel verstand je zelf van crowdfunding hebt, zou ik je wel adviseren om eens te praten met iemand die daar verstand van heeft. Er zijn genoeg crowdfunding adviseurs in Nederland die je daarbij kunnen helpen. Ook in Brabant? Ook in Brabant, zeker. Hoeveel heb je het dan ongeveer over? Over hoeveel mensen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hoeveel bureautjes? Ik ben aangesloten bij een branchevereniging, de Crowdfunding Hub. En daar zijn er een stuk of 10 bij aangesloten. Maar die is gevestigd in Amsterdam, maar die mensen komen ook wel vanuit het hele land eigenlijk. Maar heb jij een idee hoeveel geld er gecrowdfund is, bijvoorbeeld in 2014? Ja, in 2014, de laatste prognose en cijfers die ik gezien heb, is dat het ongeveer, de echte cijfers zijn nog niet bekend, maar rond de 45 miljoen ligt. Dat is veel geld, hè? Ja, en het is een hele grote stijging. Want als je kijkt naar 2013 bijvoorbeeld, toen was het nog maar 32 miljoen. En in 2012 zaten we geloof ik rond de 12 miljoen. Dus het stijgt aanzienlijk ieder jaar. En het kan nog veel meer. En het kan nog veel meer. Als je kijkt naar Amerika, daar is het nog vele, vele malen groter dan het hier is. Maar werkt het? Komt het resultaat wat de mensen willen? Lukt het? Het werkt, ja. Het slagingspercentage van crowdfunding campagnes over het algemeen ligt iets onder de 50%. Maar dat komt ook deels doordat veel mensen niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Okay. Maar het werkt. En je ziet dat 90% van de bedrijven die succesvol crowdfunding toegepast hebben, ook uiteindelijk kunnen blijven voortbestaan en in staat zijn om hun financiële verplichtingen te voldoen aan de crowdfunding. We hebben daar een enorme koppeling tussen crowdfunding en duurzaamheid. Wakka is toch een van de meest succesvolle crowdfundings. Er zijn zelfs hele speciale platforms voor. Breng licht naar Afrika. Ja. We hebben er nog een mooi voorbeeld van. Daar hebben we boekhandel Giannotte, want dat leek begin dit jaar over de kop te gaan. Want in de banken hadden ze de hoop al opgegeven. Maar toen probeerden ze het dus op een andere manier met behulp van de crowd. Wij merkten toen we vorig jaar de winkel over wilden nemen uit de failliete boedel van Polaren dat Tilburgers heel erg betrokken waren bij de winkel en ook graag wilden dat we open zouden blijven. We kregen al heel veel hulp van ondernemers uit de buurt die ons wilden helpen met de doorstart. En toen was eigenlijk crowdfunding wel een logisch gevolg daarvan. De banken zijn op het moment niet zo heel erg happig om te financieren en de boekenmarkt staat natuurlijk toch onder druk de afgelopen jaren. Dus ik vraag me af of een bank ons dat bedrag zomaar had geleend. Ja, en het is ook eigenlijk veel leuker om het met crowdfunding te doen. Je kunt een lening doen, of zoals wij het hebben gedaan, dat je echt aandelen uitgeeft aan de crowdfunders. Dus die hebben ook zeggenschap bij de algemene vergadering van aandeelhouders. En we houden ze natuurlijk op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Dus we gaan binnenkort verbouwen met het geld wat we op hebben gehaald van de crowdfunding. Het extra aan crowdfunding is dat je dus 350 ambassadeurs van je winkel hebt. En al die mensen zijn dus betrokken bij je bedrijf. Wij hadden voor 50.000 euro gekozen en als je dat niet haalt, dan gaat het hele feest niet door. Dus je moet ook actief zijn met marketing op social media, zoveel mogelijk publiciteit krijgen om te zorgen dat ook iedereen meedoet. Het begon heel erg goed. We hadden het eerste weekend al 10.000 euro. Alleen de laatste paar duizend euro, dat was lastiger. Je hebt een netwerk opgebouwd al van crowdfunders. Dus als je die toch nog steeds probeert te bereiken en ook hun weer hun netwerk probeert in te laten inzetten, verspreidt het zich als een soort van olievlek. En toen is het toch uiteindelijk nog in het laatste weekend, volgens mij, is het nog voorgelopen. Alsjeblieft. Dankjewel.
Zo mooi kan het gaan. Zitten er nou veel risico's aan? Ja, nou ja, het blijft sowieso een investering. Dus er zitten altijd risico's aan vast als jij investeert in een bedrijf. Mm-hmm. Maar tegenwoordig zijn de crowdfunding platforms vrij streng met hun selectie van welke projecten ze publiceren. En ze geven ook altijd een risicoanalyse. Dus je weet wel, zeg maar, wat het risico is wat je... Maar stel dat een Gianotte besluit dus met het geld wat ik geïnvesteerd heb om toch een leuke verbouwing te gaan doen, om die winkel nog iets mooier te maken. Denk je, ja, maar daarvoor heb ik het niet gedaan. Ja, wat dan? Nou ja, dan staan ze wel openlijk voor gek. Want ja, iedereen weet dat ze gecrowdfund hebben en iedereen weet wat het plan was. En ze staan met naam en toename een hele bedrijf op internet. Dus maar kun je het dan terughalen? Dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat je wel een sterke zaak hebt dan, ja. Oké, okay. Zou jij het doen, Annemarie? Is het iets voor jou om geld te investeren? Zeker, maar dit is natuurlijk gewoon het kopen van aandelen. En ook wel met het hart betrokken zijn. Dus ik denk vanuit de boekhandel dat het niks mooier is dan dat je zoveel betrokkenheid kunt creëren. Want ik ging bij mijn eigen bedrijf boekjes kopen. Juist. En dat gaan dus al die aandeelhouders ook doen. Ik heb een extra bedrijf. Maar het blijft wel het risico ook van het kopen van aandelen. Zo eerlijk moet je zijn. Ja. En ik denk dat mensen, als ze dat dan voorlopig doen met geld wat ze van tevoren verdiend hebben of wat ze over hebben, een prima overzichtelijk risico nemen. Lijkt me ook. Ja. Oké. Okay.